sportplan van het jaar. Wat op de tv. Stroomt door onze gedachten. We strijden er tegen. We drijven erop. We spelen er mee. We winnen ervan. De weerstand bestaat. Mooie lange slag. Dit gaat heel goed. Tak, 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 daar gaat hij. De man van Tessel vliegt werkelijk over het water. Dit is een land van winterswater. Zeg maar ijs. Stil en glad. Wacht het geduldig. Hij krijgt niets cadeauknap. Wat is dit mooi? Dit is een land van de buienradar. De regen is een oude vriend. Oh, Dumoulin, als je dit toch gaat winnen. Ik wou het daar. Ja, de winnaar. Max Verstappen. Ben je daar nog fan van? Ja, ja. Tuurlijk. Weerman, die laat de volging op de tweede positie. Hij is weinig ruimte. Ongelooflijk. En daar is Pedri. Wordt het kramer op de doorn. Dit vinden ze mooi. De achtste wereldtitel is een feit. Als het moet, winnen we trouwens ook gewoon in Keurdroog, Apeldoorn. In Spanje, waar het asfalt trilt in de zon. Van water. En zolang er water is, hoeven we niet bang te zijn voor de hoogte. Dorian van Rijsselbergen. Hij deed het in Londen. Hier in Rio flikt hij het weer. Goud en nog eens goud. Kampioen worden is 1, kampioen blijven is 2. En Kramer doet het, want hij pakt de wereldtitel. Kom op maar Max Verstappen, gas. Goedenavond, dames en heren. Ontzettend eer om hier te mogen staan. Ik werd gisteravond of gistermiddag gevraagd of ik hem wilde uitreiken aan de sportman van 2016. Daar heb ik geen moment aan getwijfeld. Want ik, iedereen die hier zit, heb ik ongelooflijk veel respect voor. Want ik weet dat het inhoudt wat topsport betekent. En, dus vandaar dat ik hier sta. Persoonlijk was het natuurlijk niet zo'n ontzettend topjaar voor mij. Achillespees afgespeurd. Ik zag net de beelden van het gemiste kampioenschap. 85 dagen ontslagen bij Inter. Maar het zijn zo. Maar van die... Maar we zitten hier om... Oh, dat is een camera. Ik mis een naam, maar dat was eigenlijk Brian Smeets die het doelpunt maakte tegen ons, tegen Ajax. Maar de rest die er wel staat, ja, die hebben een ongelofelijke prestatie geleverd. En Dorian en Ferry, die als enige Nederlander namens Nederland een Olympische gouden medaille hebben gehaald. Ja, het is wel eens beter geweest de afgelopen Olympische Spelen. Maar dat zegt gewoon heel veel over wat het betekent om zo'n prestatie neer te zetten. En ik vind dat ongelooflijk knap. Nou, Tom Dumoulin, die twee etappenzegers gehaald heeft in de Tour de France. Daarnaast natuurlijk ook op zoek ging naar het goud in Brazilië, dat niet heeft gehaald. Maar ondanks de tegenslag van gebroken pols, volgens mij, was het van 2 of 3 weken van tevoren en dan toch zilver halen. Nou, er zit echt een hele dikke gouden rand omheen, dus ongelooflijk knap. Sven Kramer, waar ik ongelooflijk veel respect voor heb. Omdat je als topsporter, weet ik, om te komen, dat is ook moeilijk, maar om er te blijven is nog moeilijker. En hij presteert het gewoon elk jaar weer en misschien is hij wel een van de beste sporters aller tijden van Nederland. En dan hebben we natuurlijk onze jonge Max, die ja, heel Nederland in verroering heeft geraakt met het Formule 1. Ik zelf heb ook continu gekeken wanneer ik kon, of teruggekeken. De wedstrijd natuurlijk in Spanje, in Barcelona, mijn stad een beetje, waar hij heeft gewonnen. En daarna natuurlijk de ongelofelijke inhaalrace in Abu Dhabi en in Brazilië. Ja, ongelofelijke prestaties en ja, iedereen verdient hem te winnen, maar er mag maar één winnen en die ga ik nu bekendmaken. De winnaar, de sportman van het jaar 2016 is Max Verstappen. Yay! Dat had ik al gezien, want de kaart verkeerd op. Dacht je dat? Ja. Dat kan ik nou ontvangen. Ja, eindelijk gerechtigheid. Ja. Ja. Eindelijk erkenning. Max is hier niet en daarvoor is Jan Lammers. Ja, eindelijk. Ontvangst zijn, maar Max wil wel wat zeggen volgens mij. Goedenavond allemaal. Helaas was ik er zelf niet bij zijn vanavond. Maar ja, natuurlijk zeer vereerd met deze prijs. Het is voor mij natuurlijk een super mooi seizoen geweest. Ja, vele hoogtepunten. Natuurlijk mijn hoogtepunt wat altijd bij zal blijven is natuurlijk de overwinning. Ja, heel emotioneel moment natuurlijk. Je werkt er altijd heel hard voor. Sinds dat je heel ja, dan natuurlijk ook in Barcelona zelf, waar ik een paar weken van tevoren natuurlijk Johan Cruijff nog heb ontmoet. Ja, wat natuurlijk ja, heel emotioneel daarna was, na de overwinning. Ja, natuurlijk ben ik nog heel blij natuurlijk om hem ontmoet te hebben. En ook, ik heb zijn boek gelezen en daar stond ook in dat hij gefascineerd was over cijfers. En mijn overwinning was een uur, 41 minuten en 40 seconden, dus 2 keer 14. Dus dat maakt het natuurlijk denk ik nog extra bijzonder. En ja, voor de rest, ik hoop dat jullie allemaal een super mooie avond hebben. En drink er eentje op mij. Ja, de sportman van het jaar 2016 is Max Verstappen. Jan Lammers. Laatste die verwacht dat hem hier te staan, maar het is... ja, het is ongelooflijk. Ik ben natuurlijk gekleurd vanwege mijn hele leven al in de autosport bezig. Dus ik kan de prestatie van Max misschien wat makkelijker inschatten dan de gemiddelde aanwezige hier. Maar ik denk juist in een avond en een gala en een competitie waar ja, toch enorme Olympische achtergrond. Volstrekt logisch, je moet er 4 jaar lang keihard voor trainen. Max heeft 20 races in een jaar waar hij natuurlijk keihard aan werkt. Maar met name dus die 4 jaar voorbereiding en training, waar jullie in één keer in die korte periode die explosie moeten maken van die prestatie. Dat is natuurlijk...